Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik samen met Lynette naar Leiden en we gaan naar vintage shoppen en I'm so excited. Ik heb al zo lang niet meer gevintage shopt en ik mis het. Mijn hart doet er pijn van. En ik ga vandaag, omdat het zulk prachtig weer is, zet weer gewoon. Het regent super hard. Het waait. Echt herfst. Dus wat ik ga doen is herfstitems scoren. We gaan waarschijnlijk weer naar Vintage Island. Wat ik heel erg leuk vind. Dus ik ga jullie meenemen. Hallo. Hallo. Ik ben met Lynette. En we zijn nu in Vintage Island. Zoals je ziet en zoals je hoort. Mijn haar is echt, het regent. Oh. Zoals je hoort zijn we in Vintage Island. Hoort er zo'n vintage muziekje toch? En je ziet... Wij gaan nu een herfstoutfit zoeken voor jou. Ja, gewoon lekker herfstitems. Ik ga voor mezelf kijken. En Lynette gaat ook voor mij kijken. Dus ik ben heel benieuwd wat jij voor mij gaat uitzoeken. En we hebben hiervoor een video al voor Lynette opgenomen. En ik heb 2 items van haar al gepakt. Ja. Want ze wilde niet. Dus nou ja, weet je. Moet je maar even kijken. Linkje in de beschrijving. Oké, laten we gewoon beginnen. Alles herfst related. Okay. Maar ook als het gewoon... een hele outfit is of gewoon leuk? Nee, gewoon leuk. Gewoon leuk. Gewoon leuk. Gewoon leuk. Gewoon leuk. Oké. Okay. Top. Let's get it. Bye. I just heard. I just heard. I still can't. I just heard. Oké, ik had deze voor Lynette dus uitgekozen. En het stond er. Maar het stond er ook heel goed. Ja. Dus ik ga hem nu zo. Ja. Maar het stond je wel goed. Het is niet, een soort van beetje dat je dan iets aan hebt dat je denkt, ik vind het heel leuk, maar ik weet dat ik het niet ga dragen. Ja, dat is het. Maar weet je, ik draag dit soort kleuren ook niet. Maar ik wil hem toch testen en proberen. Testen, ik wil hem toch reviewen. En deze. En deze stond letten dus ook heel goed, maar ze wilde hem toch niet. Hij is heel Kijk, lekker zacht. Teddy. Ook. En hele mooie crew neck. Ja. Dus deze ga ik ook passen. Oké. Okay. Let's go. Herfst item. Yes. Ja, herfst. Ze hebben wel hele leuke truien. Heel leuk gebreide truitjes. Vind je van die koortjes? Ja, leuk. Ja. Is dat grijs? Nee, het is een beetje gebroken wit ofzo. Hmm. Oh, weet je welke kleuren ik ook niet vaak zie? Oh god, oh god. Maar kijk, dit vind ik dan op zich nog wel kunnen. Ja, deze. Maar nee. Je hebt toch ook wel eens paars? Ik heb 2 paarse truien. Yeah. That's it. Ja. Ja. Dit is het. Weet je? We zijn gewoon klaar. Vind je deze niet zo leuk? Ik vind deze op zich wel leuk, maar ik heb al wel zoiets. Ja, het is best wel... basic. Ik wil eigenlijk iets vinden, een soort van... speciaal. Oh. Maar als je het aan hebt, dat je denkt, ja. Oh. Spannend, spannend. Het is ook heel herfsty. Oh, love it. Ja, heerlijk. Maar hou de herfstteam in gedachten. Ja. Oké. Okay. Kijk, ondertussen ook een beetje voor mezelf alvast. Oh ja. Oh ja. Kijk, ik dacht dus dat dit een hele leuke trui was. Maar dit, zie je, dan zie je dit. Denk ik, nou, best leuk. En dan zie je dit. Wat is dit? Zo'n foute trui. Oh, kijk, die tassies. Je weet, ik ben echt obsessed met tasjes. Die jas is prachtig. Ja, maar wat vind je van deze kleur? Ja, ik vind dat heel heftig, hoor net. Ja, ik vind hem ook leuk, maar ik wil het wel graag zo. Oké, ik ga het passen voor je. Ik vind het model leuk, met zo'n ritsje toch? Ja. Ja, vind ik leuk, maar... ja, dat wel, maar wel heel heftig. Oh, Lynette. Hier heb je hem weer, hè? Oh, ja. Ik had deze trui voor Lynette uitgekozen. En ik zou hem zelf ook echt heel graag willen passen. Maar hij is dus van Prada en hij is €100. En daar kwamen we dus achter. Dus never mind. Ik vind deze ook wel leuk. Ik ga deze pakken. Kijk deze Burberry. Deze is grappig. Wat een grappig model. Ik ben heel benieuwd. Ja, jammer hè. Want het is wel een mooie trui. Het is een hele mooie trui. Ik denk dat je wel van moet passen. Oké. Okay. Nies dus echt de hele tijd. Ja, ik weet niet wat het is, maar volgens mij ben ik een beetje stof of zo. Maar ik heb nu... Dat is wel wat. Lynette heeft 3 dingen. Oeh. Ja, ik ook.
Misschien wel op dit groot, maar hey. Oh joh, ja, ik ga wel even een kooltje pakken. Ja, pak maar een kooltje. Ja. Nog even bij de jassen kijken. Oh! Villa jas. Misschien een beetje. Hij is best wel lelijk. Het is wel een beetje, ja. Oh, deze is vet. Wat formaat is het? 46. Jeez. En wat heb ik? 34. Kunnen we niet van cowboy boots onder voor? Ja man, wojo. Deze zijn tof. Kijk dit, heb ik nog nooit gezien met een bruine. Hetzelfde met dit. Kijk, dit vind ik dus een hele mooie broek. Corduroy. Oh, er zit echt een dikke vlek op. Maar hij is wel te groot. Maar hij is ook vlek op. Dus weet je. Ja. Doe anders die baret. Oh ja, dat is wel een goeie. Ja, hier zijn de pashokjes. Kom maar. Hartstikke lelijk. Kom dan maar. Dat vind ik wel niet leuk. Die nee. Kool, ik ga stuk. Kom maar eens uit. Wat is dit? Nee. Nou, op zich, kijk, het model. En de kleur. Die kool is veel te... Alsof je een nekoperatie hebt gehad. Ja, nee. Kijk, het model is leuk, maar nee. En kijk. Je kan ook gewoon een hele gezicht erin stoppen. Ja. Nou, oké, zo kan die wel iets beter. Nee, maar. Nou, ik vind deze kleur dus eigenlijk niet zo heel. Heel nou, hij kan wel, maar het is niet jouw kleur, zeg maar. Precies. Oké, dan doe maar weer uit. Die staat je. Die staat je heel nice. Ja, dat is echt wat ik gewoon heb. Ja, maar ik had hem eigenlijk gepakt zodat je er een jasje boven kon doen. Oh ja. Maar hij is echt, hij zit super lekker, die stof. Ja, hij ziet er ook echt super comfortabel uit. Oh ja, ja, hij is heel zacht. Nee, ruikt lekker. Oké, maar gooi er eens even een jasje overheen. Wat is dit? Oh, het lijkt echt een tepel. Dat is mijn tepel niet. Is het niet van je BH, zeg maar? Ik weet niet. Die er qua kleur beste bij past. Was niet echt, nee, die ander. Die is lichter volgens mij. Welke? Die. Dit. Wow, hij is huge. Kan dat? Oh, ik vind maar je wel moet... echt een cool... Dit is wel leuk, dit. Maar wat is dit? Dat is dat ziet er echt heel raar uit. Ja, als je hem eens knoopt. Nee, nee. Oh, wacht, hoeveel is deze? Moet kijken? Ja. Je ligt aan het kiezen hier. 15 euro. Oké. Okay. Okay. Oh, leuk, I like it. Maar dit is echt niet leuk. Nee, ja, dat, maar dat zag ik ook al toen ik hem pakte. Ja. Maar, want verder is hij echt heel leuk. Super comfy ook gewoon. Ja. Zal ik eens kijken hoe duur die is? Want wat voor merk is en dit hij, ook? Ik weet het niet, maar het zit wel heel lekker. Oh, hij is 25 euro. Ja. Nee. Ik vind het zo raar, waarom zit hier gewoon... Ja, kijk. Want wat is het? Ja, misschien Victory. Van een merk of zo. Baseball of zo. Ja, jammer. Dit is hem. Van dichtbij. Nee, nee, ik had mijn ketting eronder. Maar dit is best wel leuk met mijn ketting gewoon zo erop. Echt heel jammer dat dit erop zit. Kom maar uit. Oké, nou wat je vindt. Vind het leuk? Oh, I like it. Maar ik heb het idee dat je echt wel zoiets hebt in je kast. Ja, heb ik niet. Oh. Dat is een patroon of zo. Wel heel herfstie. Ja, echt zo. Ja, ik vind hem heel cute ook gewoon hoe je het nu zo hebt gesteld, weet je wel? Ja. Het is echt een romanentrui. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, hij is echt heel leuk. Echt zo'n, ja, herfst, hè? Hoe duur is die? Zal ik eens kijken? Oh ja, kijk maar. Voordat het weer een Prada-geval is. Oh, hij is 39,99. Oké. Waarom? Is het wol? Zal ik eens, is het een bepaald merk? Denk het niet. Ellen Fine. Valt mee voor een trui, hoor. Nou, 39? Ja, op zich. Twijfel, twijfel. Ja, shit. Gezondheid. Bedankt. Even met een tas. Ja, hij is echt heel leuk, bro. Ja. Hey, ik had dus deze jas gevonden. En hij is 69 euro. Ja, het is wel een herfstjas, maar het is oh, het is ook echt een beetje Burberry. Stijl, ja. Nou. Ik vind het niet heel verkeerd. Het is niet heel verkeerd, maar het is wel een beetje groot. Ja, oké. Okay, maar dat was te verwachten, want dat is vaak met die jassen. Of... Oh nee. Ik vind hem wel heel leuk, maar niet dat ik denk je moet hem doen. Nee, en ook niet voor 70 euro. Nou, al wel. Daar is mijn S. Ja. Nou, op zich, als je er een riempje omheen doet. Ja. Dan met Dr. Martens, Panty. Oh, of high knee laarzen.
Ja. Vet. Hij past er niet om mijn hoofd heen. Hij past niet om mijn hoofd. Maar is het dan een kindermaatje of zo? Want dat ik kan. Ben normaal echt... Alles is te groot voor mijn hoofd normaal. Ja, het kan niet hoor. Kijk maar. Past niet om mijn hoofd. Hij ligt letterlijk om mijn hoofd. Nu. Ja, ik vind hem wel heel leuk. De kleur is zo mooi. Ja, hij staat je echt leuk. Ja, cute. Misschien wat... meer put together of zo dan die andere trui. Ik vind dat hij wel... Hij is ook minder lang. Dus hij zit hier ook wat mooier. Ja. En hij is goedkoper. Hey, en dit is echt heel... Ik vraag me alleen wel af als je het veel wast. Hoe of het allemaal goed blijft, hè? Misschien moet je handwasje doen. Ja. Ja, ik vind hem heel leuk. Deze ruikt die andere trui. Ik vind deze kleur hier wel echt heel mooi staan. Hij maakt je heel zacht. Hij maakt je heel zacht. Ja, ik zou dan voor deze gaan. Ze zijn beide super leuk. Ja, maar ik kan echt niet allebei. Ja. Nee, dus dan zou ik voor deze gaan. Oh, I like it. Maar... Het is wel heel vintage. Ik weet niet zo goed wat ik... Oranje, zeg maar. Wat ik daarbij vind met je haarkleur. Ik ook niet. Ik weet niet of ik het... Ik vind zeg maar heel model. Vind ik super ja, leuk. Hij is echt tof. En die adels, ik vind het echt... Ik zou dit dragen. Nou, het is wel echt wel fel oranje, hoor. Lijkt me meer rood. Nee, het is wel... Nee, het lijkt wel meer naar oranje. Ik vind het model wel echt zo cool. Ja, ik vind hem ook heel tof. Maar... Twijfel over de kleur bij jou. Ja, als je hem maar zo zou zien lopen. Dit is wel oranje iets, toch? Ja, ik weet gewoon niet of die soort van je haarkleur er echt heel erg mooi uithaalt. Waarom deze kleur? Kies dan een andere kleur. Weet je wel. Als je maar zo kijkt, zo gewoon speel ik wel van. Ja, hij is wel echt heel leuk. Ja. Hij is 30. Zie je, ik vind het wel jammer aan dit soort winkels. Dat is best wel expensive voor een merk of zo. Wat ik wel snap hoor. Ja, op normaal betaal je voor een Adidas trui rond de 60 of zo, toch? Ja. 60, 70? Ja. Nee, ja, ik vind hem wel tof, maar ik twijfel wel over die oranje. Ja. Ja. Oké. Ik wil nog een outfit of the day doen. Ik heb deze, sorry voor mijn snotter opeens. Ik ben echt gewoon... Echt ja. Oké, ik heb dus deze champion trui aan. Met deze kettingen. En dan die vintage jas. Jassie. Met tassie. En dan Levi's broek. En... mijn heels. Dat is de look. En ik vroeg straks aan Lynette van of zij kon raden wat vintage was. En ze had gewoon allemaal goed. Ze had de jas en de tas. Oh nee, en je dacht maar dat ze... Maar ik dacht als je broek ook. Ja. Maar op zich lief, hij is het vaakje. Ja. Dus. Ja, klopt. Maar dit is het. Ja, like it. Ja, thank you. Thank you. Ik ga dus alleen, denk ik, deze trui doen. Dat is echt iets wat ik echt, echt zou dragen. Dat weet ik gewoon. En een lekkere stof. En hij is gewoon heel mooi. Oké, ik kom er dus net achter dat dit dus, hier staat dus, dat het van camel hair is. Wat? How'd it go? Yes, good. I'm gonna take this one. Cool.